Ik had de vijand gezien en ik werd er onrustig van. En in mijn onrust belde ik een van mijn vrienden. Ik was in die tijd bevriend met een drieling, genaamd Gerard, Hendrik en Wouter. Gerard was een onrustig type. Hij was altijd met iets anders bezig. Ongeveer net zoals ik. Hendrik was een skater. Het stoere type. En Wouter? Wouter was mijn favoriet. Wouter was de techneut van het stel. Hij zou me komen helpen ze opsporen via internet. Hey, waar ben je gekomen? Ja, dit denkt ze kan opsporen. Check. Volg mij maar. Nou, Wouter, hier staat de computer en je zoekt het maar uit. Tik ik in verdachthuis aan de overkant.nl. Dan krijg ik bingo, Kerels International homepage. De zaak van Piet Snot. Twee specialisten zijn erop gezet om Piet Snot te vermoorden. Deze jongens ga ik natrekken. Hey, hou dan, Wouter. Ja, ik stuur mijn tweede cool morgen met de disket, hè? Ja, oké. Hou dan. Hendrik. Oh, sorry Gerard. Hendrik. Sorry baas, ik kon er niks aan doen. Ja, dat zeggen ze allemaal. Ja, als ze het allemaal zeggen, dan kunt u het moeilijk ontkennen. Je begrijpt wat de straf zal zijn. Nee. Ik pak nog niet meer mijn lievelingsknuffel af. Oh, ben ik altijd wel lul. En voor de rest? U laat me toch niet weer een week naar pornofilms kijken, hè? En voor de rest kijk je de rest van de week naar pornofilms. Dit is duidelijk geen kwijt voor Scarface. Ik haal mijn tweede man erbij. Bill Chick. Je moet iemand voor mij vermoorden. Hij heet Piet Snot. Piet, hè? Oké, houdoe. Hakkezakke. Zo, dat is ook weer gebeurd. Want vermoorden, ja, dat is het belangrijkste wat er is. What the fuck? Ik weet wel hoe ik ze ga pakken. Op dat moment sloeg mijn fantasie op hol. Ik vond het niet langer eng, maar eerder spannend. Mijn leven had in één keer zin gekregen.
Ik had overlevingsdrang. Maar ik werd ook onvoorzichtiger. Na Biltje kwam ik voor een veel sterkere vijand te staan. De vorige bezitter van mijn huidige lichaam. Genaamd Dusty Blowit Daniels. Wat? Hij leeft nog? Sorry Biltje, je past niet meer bij mijn plan. Ik zal harde maatregelen moeten gaan treffen om de Pietsnot het loodje te laten leggen. Hallo? Dusty? Ja, je moet maar eens weer aan het werk. Ja, je moet iemand voor me vermoorden. Zijn naam is Pietsnot en hij woont op Graagstraat nummer 19. Ja, hij moet hem vermoorden want hij is een slotneus. Heb ik al gezegd dat hij moet vermoorden? Ja, vermoord hem maar goed want hij zit tenslotte niet voor Pietsnot. Hé, hey, niet bij de hand gaan doen, hè? Vermoord hem dan maar. Want vermoorden is het beste wat er is, hè? Oké, dag. Zo, dat is geregeld. Ja, ja, want vermoorden, dat is het beste wat bestaat. Tijd voor Teletubbies. Tijd voor Teletubbies. Tijd voor Teletubbies. Tijd voor Teletubbies. Tinky winky, tinky winky, tipsy, la la, la la, bo, bo, Teletubbies, Teletubbies, hey, how